Goedenavond. De armoede in Afghanistan neemt hand over hand toe. Mensen verkopen hun kinderen om te kunnen overleven. Dat ziet ook onze ploeg die ter plaatse is. In Rusland is de dochter van een medestander van Vladimir Poetin vermoord bij een aanslag. In Antwerpen is alweer een huis beschoten. Het was al vaker een doelwit. De reeks incidenten wordt stilaan erg lang. Er komen meer controles op drugscriminaliteit in de haven. En in de Ronde van Spanje wint de Ier Sam Bennett, net als gisteren, de rit na een massaspurt. Welkom. Afghanistan is nu iets meer dan een jaar weer in handen van de extremistische Taliban. Die hadden beterschap beloofd voor de Afghanen, maar die is er niet gekomen. Vrouwen spelen geen enkele rol van betekenis en het land is weggezakt in lethargie. De straten zijn leeg en veel mensen proberen elke dag te overleven. Een paar maanden geleden sprak collega Rudy Franks in Afghanistan met een man die zijn dochter had verkocht om de rest van zijn gezin in leven te houden. Why did you sell your daughter? And how much did he pay for your daughter? 3000 tal gereftem az peshash. Nu is Rudy Franks opnieuw in Afghanistan. Hij is de man die we net zagen weer gaan opzoeken. Toen was hij misschien nog een uitzondering, maar dat is hij al lang niet meer. Terug naar Mir Nazir en Safia, het meisje van 5 dat hij verkocht aan de oom. Het leven is er niet makkelijker op geworden. Safia is op bezoek. 3 dagen per maand, zo is de afspraak. Waar wil Safia wants to stay? Hier met jou of met de onkel? Did you hear about families who have to sell their kids to brokers, to they don't know who? Met Safia hier, hoe tragisch het verhaal ook, gaat het relatief goed. Maar steeds meer duiken er verhalen op van ouders die uit armoede hun kinderen moeten verkopen via handelaars, echte kinderhandelaars. En ze weten niet wat ermee gebeurt of waar ze terechtkomen. En de meeste ouders die zwijgen uit schaamte en onmacht. Een buitenwijk van Kabul. Door de armoede vinden er ook hier tragedies plaats. Als een van de weinigen willen Hamid en Hadija hun verhaal vertellen. Maar Hamid kreeg een aanbod via een handelaar. Die bracht een onbekende koper aan. 500 euro voor een jongetje van 6 maanden, Mohammed. It's hard to say, but maybe this is the only memory you will have of your kid. Rudy Franks in Kabul, zijn schrijnende verhalen. En ik wil eigenlijk meteen inpikken met de vraag die de vrouw hier stelt in de reportage. Het gaat hier over baby's van amper 6 maanden oud. Wat gebeurt er met hen als ze verkocht zijn? Ja, ze weten het totaal niet. Hè. Ze denken dat ze op de hoogte gehouden werden. Die man had een heel verhaal dat hij het telefoonnummer doorgegeven heeft, dat er afspraken gemaakt zijn
maar totaal niks. Op het moment dat de baby overgegeven is aan de verkoper en de nieuwe vader of ja, de familie waar hij zo gezegd naartoe moet, maar dat is heel twijfelachtig, dan horen ze niks meer. En dus maandenlang hebben ze niks meer kunnen vernemen erover. Alleen het vage bericht dat hij misschien naar het buitenland zou zijn. En dat roept toch heel wat vragen op van wat er met die kinderen gebeurt natuurlijk. In de eerste plaats gaat het vaak over mensen die geen kinderen konden krijgen, die dan op die manier adopteren door ze over te kopen. Maar er is ook heel veel onduidelijk. En ja, dat roept heel veel vragen op. Nu, voor alle duidelijkheid, de Taliban die probeert dat te bestrijden. Die handelaars die zijn ondergedoken intussen. Maar ja, niemand weet waar, wat en hoe. In de reportage die we net zagen, Rudy, ging het vooral over erg jonge kinderen. Een baby van 6 maanden oud, een kind van 5. Maar het gebeurt ook met kinderen die net iets ouder zijn. Ja, moet je dat dan verkopen noemen? Of hoe zit dat dan eigenlijk? Ja, maar als je hoort dat er steeds meer en het explosief stijgt, daar zijn natuurlijk geen cijfers over in Afghanistan, dan heb ik het over kindhuwelijken. Meisjes die nu al beginnen uitgehuwelijkd te worden vanaf 9, 10, 11 jaar. Omdat, en dat hangt ook nauw samen met het feit dat er geen toekomst voor die meisjes is, dat ze ook niet meer naar school kunnen vanaf hun 10, 11 jaar. En dus ook thuis zitten. Mensen worden armer en dus worden die jonge meisjes uitgehuwelijkd op jonge leeftijd. En die hun toekomst is ook natuurlijk helemaal weg. Wat de jongens betreft, daar hoor je vaak dat er, en er zijn wel cijfers over, dat er vanaf dat ze 16, 17 zijn, er heel veel naar het buitenland proberen te vluchten, de grens met Iran over, om geld te kunnen opsturen, om de familie in leven te houden. En daar spreekt men nu al over dat er 1 paar miljoen zo vertrokken zijn vanuit Afghanistan richting Iran. Dus ja, die jongeren hier, die wacht toch wel een heel onzeker lot. Dankjewel, Rudy. Je blijft nog even in Afghanistan. We zien je nog terug later van de week. In Rusland, vlakbij de hoofdstad Moskou, is gisteravond bij een bomaanslag Darya Dugina om het leven gekomen. Darya Dugina is de dochter van Alexander Dugin, een ultranationalistische filosoof en politicoloog die heel dicht bij president Vladimir Poetin staat. Mogelijk was de autobom voor de vader bedoeld en niet voor de dochter. De aanslag is nog niet opgeëist. In een filmpje op Twitter is een wanhopige man met baard te zien naast het lichaam van een vrouw. Even verderop staat een auto in brand. Of dit authentiek beeld is van Alexander Dugin bij het lichaam van zijn dochter Darya, is niet voor 100% zeker, maar de kans is groot. Alexander Dugin is een voorstander van een groot Rusland, van traditionele Russische waarden en van een autoritaire samenleving. Hij pleit al lang voor een aanhechting van Oekraïne. Zijn dochter Darya was een 30-jarige journaliste. Ook zij had zich al uitgesproken voor de oorlog. На самом деле здесь нужны просто создание собственных трибуналов. Мариупольский трибунал, Донецкий трибунал. В каждом городе подобно Гаге должен быть создан. Vader en dochter hadden gisteravond samen met de auto van een festival naar Moskou terug moeten keren. Op het allerlaatste moment beslist Alexander om een andere auto te nemen, terwijl Darya met de zijne naar Moskou reed. Mogelijk was de autobom dus voor hem bedoeld. Rusland is met een onderzoek begonnen om te achterhalen wie er achter de aanslag zit. Sommige waarnemers in de omgeving van Vladimir Poetin wijzen naar Oekraïne. Maar een adviseur van de Oekraïnse president Volodymyr Zelensky ontkent elke betrokkenheid. Hoe dan ook kan deze aanslag een belangrijke rol gaan spelen in de oorlog, zegt collega Marijn Trio. Als nu zou blijken dat Oekraïne achter een aanval zo diep in Russisch grondgebied zit, in Moskou dan nog wel, of als Rusland zou zeggen dat dat zo is, want dat is ook een belangrijke nuance, en dan nog eens tegen iemand, ja, een burger, iemand die geen militaire verantwoordelijkheid draagt, toch niet rechtstreeks, dan zou dat wel een nieuwe stap kunnen zijn in deze oorlog en een escalatie kunnen betekenen. In de Somalische hoofdstad Mogadishu heeft het leger een einde gemaakt aan de bezetting van het Hayat Hotel. Vrijdag vielen terroristen van de islamistische militie Al-Shabaab het hotel binnen. Daarbij vielen minstens 21 doden en 40 gewonden. De gijzeling zou uiteindelijk bijna 30 uur duren. Het leger kon vanmorgen tientallen hotelgasten en personeelsleden bevrijden. De gewapende terroristen zijn allemaal doodgeschoten. In de haven van Felixstowe in het oosten van Engeland heeft het personeel het werk neergelegd. De staking zal 8 dagen duren. Volgens de vakbonden leggen bijna 2000 arbeiders het werk neer. Ze willen meer loon. Felixstowe is de grootste containerhaven van het Verenigd Koninkrijk.
En de aanhoudende droogte legt soms schatten bloot. Dat is onder meer zo in de Yangtze-rivier in het zuidwesten van China. Door het lage waterpeil is daar een eiland opgedoken. Op het eiland staat een rots met daarop drie Boeddha-beelden. Ze zijn 600 jaar oud, gebouwd tijdens de Ming- en Qing-dynastieën. En dan terug naar eigen land. Voor de zoveelste keer deze zomer is in Antwerpen afgelopen nacht een woning beschoten. Het gaat om een huis in een rustige woonwijk in Merksem, in het noorden van de stad. Het is al het derde incident aan dat huis in een jaar tijd. Het werd eerder al eens beschoten en er is daar in het verleden ook al een auto in brand gevlogen. Zoals gewoonlijk onderzoekt het parket of er een verband is met het drugsmilieu en met de vorige incidenten in die buurt. De stad Antwerpen krijgt de golf van incidenten met geweld deze zomer maar niet onder controle. Burgemeester Bart De Wever, die volgende week terugkomt uit vakantie, wil daarom meer bevoegdheden krijgen. Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinde zegt vandaag dat ze bereid is om daarover te praten. Intussen komen er sowieso al meer controles op drugs en drugshandel in de haven van Antwerpen. Ook in de nacht van vrijdag op zaterdag werd al een huis beschoten. Daarvan zijn nu beelden opgedoken van een bewakingscamera. Midden in de woonwijk Stuivenberg schieten twee mannen zaterdagnacht 8 keer op een woning en lopen daarna rustig weg. De beelden zijn gemaakt door camera's die de bewoners na een eerder incident ophingen. Eerder dit jaar zijn veel drugshandelaars gearresteerd in operatie Sky ECC. Volgens minister van Binnenlandse Zaken Verlinde is er meer geweld omdat drugsbendes in paniek zouden zijn. Wat ik wel besproken heb met de top van de politie is dat we bijkomende patrouilles zullen inzetten die georiënteerd zijn op dat drugsgeweld, zowel in de haven als ook de scheepvaartpolitie, omdat we weten dat natuurlijk heel veel van die drugs ingevoerd wordt en vervolgens getransporteerd wordt vanuit de haven van Antwerpen. Er is ook afgesproken dat er 1000 federale politiemensen bijkomen. Maar volgens de Antwerpse burgemeester De Wever is dat niet genoeg. Hij wil bijvoorbeeld winkels die als dekmantel dienen voor drugshandel kunnen sluiten. Ook de Brusselse burgemeester Kloze wil daarover praten. Ik ben daar absoluut voorstander van en ik ga dat ook verder faciliteren. We hebben afgesproken binnen de regering dat we dit debat in september gaan terug opnemen na het reces. En ik ga er alles aan doen om daar zo ver mogelijk mee te geraken. De Wever had eerder laten verstaan dat hij niet genoeg steun krijgt van de federale regering. Dat laat ik natuurlijk voor zijn rekening. Ik denk dat we absoluut moeten samenwerken in de strijd tegen die georganiseerde criminaliteit. Er is geen enkele toegevoegde waarde van te beginnen schieten op elkaar. Want daar is alleen maar die georganiseerde criminaliteit bij gebaat. Wordt dus vervolgd. Het zou zomaar in de Vlaamse kanon kunnen op zondagochtend broodjes en koffiekoeken bij de warme bakker halen. Maar hoe lang nog? Steeds meer bakkers komen in financiële problemen door de hoge gasprijzen. Zo'n 80% van de warme bakkers werkt met gasovens. En vorig jaar betaalde een bakker gemiddeld nog €4.000 aan gas. Dit jaar kan die factuur oplopen tot maar liefst €22.000. En dat is onhoudbaar, zegt de federatie. Ze wil de gasprijzen laten bevriezen of op zijn minst een sociaal tarief. Iedere dag krijg ik telefoon en mails van bakkers die dan aan de alarmbel trekken. En ik denk dat we dringend nu moeten ingrijpen, want als we niet ingrijpen, ja, dan gaan we tegen het einde van het jaar of volgend jaar geen bakkers meer hebben die dan nog overschieten. En dat moeten we toch wel vermijden. En dus moeten we nu wel ingrijpen om onze bakkers in stand te houden. Ze zijn al verminderd. En we moeten daar toch een beetje onze schouders onder zetten, want die kunnen overleven. Manuel Foubert heeft een bakkerij in Zeelen en ook hij heeft zijn gasrekening flink zien stijgen. Bakker Foubert haalt zijn verse zondagse broden uit de oven. Net zoals bij de meeste bakkers draaien ze ovens op gas. Maar sinds de oorlog in Oekraïne is dat peperduur geworden. Ja, ik heb twee ovens die op gas werken, die van 's morgens tot 's avonds dat die bijna draaien. En ja, die prijzen dat zeker maal 5. Dat is echt verschrikkelijk. Buitensporig. Ik heb er geen woorden voor als je die facturen ziet
ja, die voorschotfactuur nu dat gestegen is. Die voorschotfactuur is van €400 naar €2000 per maand gegaan. Om die kosten te kunnen betalen, zouden ze hun brood duurder moeten verkopen. Maar dat ligt moeilijk. Witte of witte groen? Wij kunnen dat eigenlijk wel, maar wij vrezen eigenlijk een beetje voor de klanten dat ze zouden wegblijven. Ons brood is op een jaar tijd van €2,30 naar €2,70 gegaan. En wij voelen eigenlijk wel al dat de klanten wegblijven. Dus als wij daar nu nog 50 cent of zo zouden bijdoen, ja, dan vrezen we eigenlijk dat we nog meer klanten zouden verliezen. En dat is eigenlijk niet de bedoeling. Klanten hebben begrip voor de situatie, maar voor sommigen is €3 voor een brood toch te veel. Niet goed. Nee. Ja. Allee, ik vind dat toch. En waarom allemaal, hè? U zou dat dan toch wel twijfelen om naar de warme bakker te blijven gaan? Nee, dat niet. Want daarvoor eet ik te graag brood. Bij bakker Foubert doen ze hun werk ook nog altijd heel graag. En ze willen dat nog lang zo houden. Wij vrezen er ook elke dag voor dat we zouden moeten stoppen, dat we de rekeningen niet meer kunnen betalen. Maar wij hopen nog lang te kunnen verder doen, met een beetje steun natuurlijk. Vanaf morgen zal je op een deel van de Vlaamse waterwegen niet meer met je plezierboot mogen uitvaren, omdat het te droog is. Het zal bijvoorbeeld niet meer mogen op een stuk van de Dender of het kanaal Ieper-IJzer. En waar het wel nog mag, zullen plezierboten in sluizen moeten meeliften met de beroepsvaart. Er zijn in Vlaanderen naar schatting zo'n 3.000 à 4.000 plezierjachten. Normaal gezien was de bedoeling om maandag terug naar Reeklo te varen. Maar blijkbaar is die sluis voor een week gestremd. Dus moet men noodgedwongen hier blijven of ergens anders naartoe varen, maar dat we niet naar huis kunnen. Het ziet er niet naar uit dat Norbert de eerste dagen zal kunnen vertrekken. Voorlopig ligt hij aangemeerd op de coupure in Brugge. Want de sluis op het Schipdonkanaal, langs waar hij moet varen, is dicht vanaf morgen. De sluizen gaan alleen nog open voor professionele schepen, vrachtschepen bijvoorbeeld. Ik vaar al van mijn 16 jaar, want ik heb 23 jaar zeevisserij gedaan. En 20 jaar binnenvaart. Eigenlijk heb ik dat nog nooit geweten, zo in laagwater staan. Dus ja, en ja, er moet toch iets gebeuren ook voor het water een beetje bij te houden. Hè. Want als een sluis open gaat, gaat water verloren. Plezierjachten zullen alleen nog door de sluizen kunnen varen samen met de grote schepen. Maar daar is vaak geen plaats voor, zeggen ze. Er zijn mensen op weg heen met hun boten en die ja, in de een of andere sluis niet binnen kunnen. Like in Viersel ook. Viersel kan je ook niet door. Hij moet je schuiten met beroepsvaart, maar als er een grote beroepsvaart in zit, kan je er niet bij met een jacht. Dus dan moet je terug wachten of buiten liggen. Hè. En op het Albertkanaal heb je daar niks niet voor aan te leggen aan boven die sluis. Dus dan liggen dat te klutsen en weg en weer te gaan. Dus van die grote schepen dan. Hè. Volgende week gaat de pleziervaartsector overleggen met de Vlaamse Waterweg en vragen om een aanpassing. Maar Norbert heeft al een alternatief. Het laatste grote festival van de zomer, Pukkelpop, is aan zijn vierde en laatste dag toe. Het is, net zoals andere evenementen, een comeback-editie na 2 jaar van coronastilte. Met een paar veranderingen, zo was er dit jaar een extra podium en is het festivalterrein groter geworden. 4 dagen, 250 artiesten, daar zitten wel wat hoogtepunten tussen. Gisteren zat ik hier met een vriend, we hadden het. Voor een eerste hoogtepunt zorgt de Nederlandse zangeres Mo. Ze opent vandaag het festival en het publiek zingt haar lied Dat heb jij gedaan, luidkeels mee. Ik hoorde van mijn geluidsman dat er 10 dB bovenop kwam, of zo, ongeveer. Dus dat mensen echt heel hard aan het zingen waren. En ik hoorde het ook keihard. Ja, dat was echt heel bijzonder. Meer Nederlands muzikaal talent in de marquee met Eefje de Visser. Ik kende Eefje de Visser eigenlijk niet helemaal niet zo goed, maar ik dacht ik ga gewoon eens luisteren en ik kan er wel goed mee swingen. Swingen gaat voor sommige festivalgangers misschien wat moeizamer zijn op dag 4. Lange dagen, korte nachten. Ja, ja, vies nice. Hè. Beetje begaaid ook. Hè. Het is stevig geweest gisteren in de boiler room. Het is toch wel pittig geweest, ja. De laatste dag is toch wel even afzien. Mogen we je ogen niet zien? Het valt nog mee, maar...
En het gaat er nog stevig aan toe in de late namiddag. Aan het hoofdpodium bijvoorbeeld met Joost Klein en YouTuber Acid. Hier in Baarle-Hertog en Baarle-Nassau, de Vuelta dat doorheen mag rijden. Echt super, super, chapeau. Voor de mensen in Baarle-Hertog en Baarle-Nassau maakte het eigenlijk niet veel uit wie vandaag de tweede rit in de Ronde van Spanje zou winnen. Dat de renners vandaag een paar keer de grens overreden tussen België en Nederland, dat was de echte attractie. Voor de volledigheid, de Ier Sam Bennett won de tweede rit. Daar verneemt u straks alles over in het sportweekend. Voor de sfeer moet u hier zijn. De Belgische en de Nederlandse gemeenten liggen als een lappendeken door elkaar. Voor supporters is het niet altijd duidelijk of ze in het Belgische Baarle-Hertog of in het Nederlandse Baarle-Nassau zijn. Maakt er nou verschil? Die neuzen van jullie, hè, die zijn precies hetzelfde als die van ons. Het maakt niks uit. Het is allemaal Bels-Holland, zit allemaal door elkaar, want ik woon hier in de straat. En ik woon op België recht tegenover mijn is Nederland. We staan hier op Belgisch grondgebied toevallig. U ziet daar de helft van de weg die pinnen. Dus daar is het Nederland. En heel toevallig is het hier ook half de weg is het aan deze kant België, aan die kant Nederland. Dus de coureurs aan deze kant rijden op Belgisch grondgebied. De coureurs aan de linkse kant die rijden op Nederlands grondgebied. De kopgroep lijkt hier vooral op Nederlands grondgebied te passeren. Wat later dendert ook het peloton voorbij en het lijkt te kiezen voor de gulden middenweg en rijdt zowel over Belgisch als Nederlands grondgebied. Het is voor hun denk ik ook heel plezant voor eens even live te zien. Het was heel leuk dat we twee Belgen in de kopgroep hadden, direct met Jan Bakeland en Thomas de Gent. Dus het was echt heel aangenaam voor te kijken. Zeker, ja, de Vuelta, dat zie je niet elke dag dat die zo dichtbij komt zonder dat je helemaal naar Spanje moet gaan. Dus dat is wel gemakkelijk gewoon. De Vuelta is in België geweest, hè? Absoluut. En dat vinden wij voor jullie hartstikke goed. Over de Vuelta, maar ook de Europese kampioenschappen in München komt u straks alles te weten in Sportweekend. Wij begonnen het journaal met een reportage van Rudy Franks in Afghanistan. De armoede is daar zo groot dat sommige mensen hun kind verkopen om de rest van het gezin in leven te houden. U kan alle reportages van Rudy en zijn ploeg herbekijken in onze VRT Nieuws app. Om 10:30 zie ik u graag terug voor het laatste nieuws van de dag. Fijne avond. Maar dan was je denk ik, schiedis naabit, denk ik, naabit. Als je meer doet. Goed, nee, denk ik, ouderen was denk ik, je toch ja dan meer, daar denk je ja dan meer, ja, dat je het als een was dan. Goed, dan kun je aborderen, je kijkt er zelfs. Die jongeren hier, die wacht toch wel een heel onzeker lot.